In deze video gaan we naar de piratenset. Toen we daar aankwamen zagen we in de verte een groot schip en een gigantische octopus. Daar straks meer over. Maar wat denk je van deze rare zingende stem? En de grote Kraken die had dus ook een rol tijdens het eindgevecht. Ja, hier gaan we naartoe. Ben benieuwd of we kapitein Haak tegenkomen. Of Jack Sparrow of Barbossa. Daar zijn ze hoor. Kijk, daarachter ligt de boot. Ja, een grote octopus. Met van die ogen die we weg moeten halen. En daar is oom Fantje van Toompie. Hallo meneer. Hij is het anker. Reef de zeilen. Vrienden blijven in ons hart. Al zijn ze wijlen. Oh, wat? Heftig wel. Ook al zijn ze dood, zegt hij gewoon, wat? Luid de bel, ga naar het vooronder. Want in de verte hoor ik gedonder. Heb jij je rijmcursus afgerond, vriend? Welkom bij kapitein Opera Paard en de blunderende bandieten van Toilet Waterpaai. Mijn operette debuut. Rabbit Peach zegt, piraten zijn spetters. Admiraal R. Peach meldt zich. Alle hotties aan dek. Ja, dit is niet zo hot hoor. Even een productiememo. Onze piratenset is overgenomen door Duistermis. Want ik gebruik een echte Duistermis ogen voor de Kraken. Probeer bij jezelf te blijven. En actie. Oké, oom Fant. Bedankt voor deze info. Wij gaan ervoor. Oh, doe even een duimpje omhoog voor deze vette piratenset. Deze toffe video. En vergeet niet te abonneren. Zou vet zijn als je dat doet. Ik denk dat ik gelijk langs deze vijand hier moet. We gaan gelijk battelen. Oh, ik word getackled. Ik wou zelf tackelen, maar ik was net te laat. Alle hens ahoy! Oké, wat is het doel van deze alle hens ahoy? Versla zeestuntels. Dat zijn deze gasten, hè? Die zijn zwak tegen schokken en resistent tegen spetters. Ik ga deze Electro-Gaddon in ieder geval meenemen. En Electro-Nami. Die gaan we gelijk eens even verbeteren, zodat ze wat sterker zijn. Oké, let's go. Dit durf ik wel aan, denk ik. We gaan deze guy tackelen. Zo. En dan ga ik die daarop gooien. Dan ontploffen er gelijk twee. En dan is de volgende actie om ze op deze manier te gaan verslaan. Met Electro-Gaddon. Ah, lekker dit. Ja, lekker, lekker, lekker. Hartstikke idee. Twee zijn er kapot. Dan hebben we hier nog eentje die we kunnen tackelen. Gaan we ook maar eens even doen. En die gaan we daar bovenop gooien op die twee die hieronder staan. En eigenlijk wil ik er meer raken. Ik wil gewoon hier naar beneden springen. Zo. Hier naartoe. En dan hoop ik dat ik vanaf hier heel veel kan raken. Eigenlijk wil ik ze allemaal raken. Kijk of dat lukt. Ja, dat gaat net niet, denk ik. Kan er drie raken. Ja, dit is goed genoeg. Let's go, Rabbit Peach. Heerlijk dit. Oké, word ik zelf geraakt door die bom? Sta ik te dicht bij die bom? Ik sta wel te dicht bij die bom, maar dat boeit niet. We hebben er al zes kapot in beurt 1. En dan moet Rayman nog. Rayman kan er misschien ook nog wel twee gaan slopen. Waar zijn de dichtstbijzijnde twee? Ja, die staan hieronder. Oké, er zijn er daar nog twee over. Rabbit Mario mag natuurlijk ook nog gaan schieten. Ik weet niet of die iemand kan raken vanaf hier. Ja, dat kan. Oké, hij kan die uitschakelen. Dat is top. Rayman, spring naar die andere. Het gaat gewoon in één beurt lukken. Ik voel me zo'n professionele gamer nu, hè. Dit is niet normaal. Ik ga deze tackelen. Die gooi ik op zijn hoofd. Zo. En dan ga ik deze gewoon vanaf hier kapot schieten. En dan gaat Rabbit Mario deze kapot schieten. En dan is het gewoon klaar. Dus hebben we niks kunnen doen. Ze hebben niet eens een beurt gehad. Nou, we worden steeds populairder, deze theatershowtjes. Even kijken, ik zie allemaal van dit soort jumping platformpjes. Dus ik ga even hierop en dan gaan we hierop. Dan denk ik dat hieronder ook een ding is, ja. Dan gaan we naar deze. Ja, toppie. En dan moeten we deze kapot maken. Dan ben ik benieuwd wat daarin zit. Oh, kijk, hierachter is een schat. Nice, een planeetmuntje. Dat is top, dankjewel. Het zou leuk zijn als we deze 100% uit kunnen spelen. Het was in eerste instantie niet per se mijn doel, maar misschien kunnen we dat wel doen. Oké, ik ga hier doorheen. En dan ga ik deze pakken. En dan is er daar... Oh, daar is er nog één. Waar is de rest? Hier is er nog één. Gaan we gelijk even achter me kijken. Oké. Ik had denk ik een iets logischere route moeten proberen te pakken. Ik hoor nog steeds een of andere mug in mijn oor. Er is iemand hier aan het zingen. Dat is natuurlijk de baas van de opera die je hoort op de achtergrond. Ik moet er nog één. Ja, waar is die laatste? Volgens mij had ik deze niet gepakt. Ja, kijk, inderdaad. Die ene die hadden we gemist. Deze kunnen we nog niet doen. Deze is level 8. We zijn pas level 5. Dus al die missies, die moeten we denk ik aan het einde in de video nog eventjes allemaal achter elkaar knallen. Want er zit in elk level een missie die eigenlijk nog te moeilijk is voor ja, het niveau waar je vaak op bent. Want in de Western set dat zat er eentje van level 9 en hier zit eentje van level 8. Dat kunnen we nog niet doen. Maar we kunnen wel deze boot op en eens even kijken wat hier gaande is. Har, de ogen. Raak het beest in de ogen, landrotten. Ja, die moeten we even schieten, hè. Eerst eens even dit vlaggetje pakken. Ja, al die star pieces. En dan deze kan je tackelen. Dit zijn dan bommetjes
En die moet je inderdaad dan op die ogen gooien. Hier, hatsenflats. Lekker. Die kanonnen die moeten we zien te ontgrendelen, denk ik. Ik dacht dat die bommetjes wel terug zouden komen, maar blijkbaar niet. Jullie daar, dekswabberaars. Ik beveel jullie om die ogen op de kraken aan te vallen. Ja, dat is zeker wel de bedoeling. Als jullie maar even van bommen kunnen voorzien, dan zou dat fijn zijn. Ja, ik denk dat ik die tweede bom hier ergens vandaan moet halen. Misschien in een van deze kisten. Oh, oké. Okay. Hier zitten in ieder geval van die blauwe dingen. Die hebben we ook nodig. Zo, die kunnen we oppakken. Daar kunnen we mee naar boven. Nou kan ik ze dus in zo'n kanon stoppen. Maar ik kan ze ook hierin stoppen. Nee, ik kan ze helemaal niet in de kanon stoppen. Ik moet ze hierin stoppen. En dan eens even kijken wat er gebeurt. Kijk, nu zijn inderdaad alle kanons vrij. Hiermee gaan we denk ik naar die set daarachter. Let's go! Ja man, lekker. Dan moeten we hier dus weer een puzzeltje oplossen. Hiermee halen we die struikjes weg. En hiermee halen we die struikjes aan die kant weg. Oké. Oh, kijk, hier ligt wat op. Oh, maar dit zijn gewoon muntjes. Oh, daar hierboven is een bruggetje. We kunnen dus wel hier naartoe. Even kijken wat hierin zit. Oh, kijk eens. Kunnen we hierop springen? Ja. Dit is het, jongens. Dit is het. Lekker. Deze even naar beneden donderen. Dan kan deze natuurlijk op die groene. Ja, easy. En dan kunnen we er straks doorheen. Dan is het gewoon even deze schuif hier op dat gele ding. Ja, dan hebben we weer een bommetje. Yes, nice. Oké, dan kunnen we gelijk terug door het cannon. Let's go. Yo, maat. Vangen eens even. Kijk, top. 2 van de 4000 misogen zijn nu kapot. Ik zie trouwens daarvoor ook een item liggen. Daarvoor waar we net waren. Voor dat muurtje. Hier helemaal links in beeld. Ik ga er nu voorbij. We kunnen dus hier naartoe. Deze pakken. Woehoe. Gaan we naar dit eilandje? Yes. Ik zei nog tegen de rekwisietenafdeling dat echte duisternisogen een slecht idee waren. Maar luisteren, hooi maar. Ja, er zit geluidsopnames te maken. Oké, even koekeloer hoor. Oh, hierboven zit iets. Ja, duidelijk. Die moet ik er denk ik uitschieten of pakken. Op deze manier. Ja, hebbes. Die kunnen we hierin plaatsen. En dan is daar een buis waar we doorheen kunnen. Gaan we backstage, jongens. Oh, oké. Ja, we zijn nu echt officieel crewmember van deze opera. Hierop. En hierop. Oh, wacht. Hier hebben we dan iets voor nodig. Hier hebben we zo'n bommetje voor nodig. Maar misschien vinden we hierboven wel. Oh ja, kijk. Die kunnen we zo pakken. Ja, die hebben we te pakken. Hallo, oog. Doei, oog. Mazzel. Nou is alleen de vraag, hoe komen we daar? Dat gaan we natuurlijk nooit redden als we vanaf hier gaan vliegen. Oh, wacht even. Misschien kunnen we... Ja, kijk, we kunnen zo een pad maken. Ja, dan kan ik wel hier naar beneden gaan. Maar daar moet ik helemaal nog niet zijn. Ik denk dat we eerst nog even terug moeten. Kijk, want hier loopt niet voor niks nog zo'n vijand natuurlijk. Of hoeven we die niet te verslaan? Ik heb zo'n vermoeden dat we deze kapot moeten maken. Hartstikke idee. Dat zijn er 4. Hier loopt er 1 en daarachter lopen er 3. Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat Riemen in ieder geval gelijk lekker ver weg gaat. Hallo, ik wil die ring pakken. Waarom mag ik die ring niet pakken? Nou, dan ga ik die ring niet pakken. Wat is dit nou weer voor onzin? Hier, crusher op je hoofd. Let's go, Rabbit Peach. We gaan vooruit. Volle kracht vooruit. Oh, zij kan nu echt kapot ver vliegen. Ja, dat heb ik natuurlijk als upgrade gedaan. Ja, een beetje stom. Ik kan nu niet zo heel veel doen met Rabbit Mario. Kan natuurlijk wel even een kopie maken van deze held. En die alvast naar voren in de buurt van Rabbit Peach laten landen. Nou, oké, tot zover beurt 1. Anders komen jullie even mijn kant op met z'n allen. Ja, kom maar. Ja, top. Let's go. Beetje lopen. Ga je nou helemaal weer naar achter lopen? Oh my god. Ze doen gewoon helemaal niks. Nou is het volgens mij zo dat deze vijand, die komt elke keer dichterbij als je hem raakt. Eigenlijk moeten we die dus in 1 beurt zien uit te schakelen. Let's go, Konki! Pak hem! Top. Dus ik ga vast de tegenslag aanzetten en dan laat ik hem lekker komen. Schiet ik hem eerst kapot, dan komt hij. Oh, daar raken we hem niet. Ik dacht dat we hem zouden raken. Kom jij maar eens even deze kant op, vriend. Ondertussen vergeet ik al mijn tackles helaas. Tackle! Kijk, oh, zo werkt dit natuurlijk. Ja, want ik had die 2 dingen van Rayman ook eens even opgeroepen. Maar deze is nu de enige die nog wat kan doen. Nou, weet je wat? Laat maar komen. Rennen! Ja, dit vind ik echt minder leuk. Ik dacht dat Rabbit Mario's kracht was dat we iemand zouden raken als die in de buurt zou komen. Oké, Mario, jij mag het afmaken. Doei, dit duurde veel te lang. Kijk, die battles zijn in ieder geval lekker om mee te pakken voor de XP natuurlijk. Ik zie dat dit kapot kan. Wat een idee. Geheimpie. Kapitein Opera Baard. Oh, die horen we natuurlijk op de achtergrond de hele tijd zingen. Oh, kijk even. Dat laatste oog, dat zit daar. Hoe kom ik daar dan, joh? Via die kant helemaal? Maar hoe kom ik hier overheen dan? Bipo, kan jij hier iets doen? Ah, kijk. Ja. Soms moeten we gewoon niet zo moeilijk denken. Dit was dus toch de heenweg. Bommenvijandje gaan we even meepakken. Alles voor de XP. Weer alle bommen kapot maken. Deze zijn allemaal niet zo moeilijk. Oké, dus we moeten verder hier naar boven. Hierop jumpen en dan denk ik naar dit platform. Ja.
boxie kapot maken, bom-eitje pakken en hoppakee, op dit vierde oog. Oké, wat gaat er gebeuren? Ik zie hier de Kraken. Ja, gebeurt daar iets mee of is het gewoon een houten kar? Oh, oh, nee, oh, er gebeurt veel meer. Is dit een stukje octopus? Kijk deze blik van Raymond. We moeten er dan maar het beste van kraken. Bedoemd. Soort van. Oké, wat gaan we doen dan? We moeten de kraken slopen. Let's go. Maar ja, het is dus wel het kartonnen bord. We moeten tegen een super kartonnen bord vechten. Vernietig de duistermisogen die op de kraken zitten. Ja, hij gaat zeker de hele tijd draaien. Dat is het ding, hè? Dan denk je, oh, ik ben er nu bij en dan gaat hij opeens draaien. Fantoom zegt, de kraken. We hebben haar voor een spotprijsje gekregen nadat haar laatste vier films waren geflopt. En wat duistermis toegevoegd voor het realisme. Wacht even, zeg jij dat jij de duisternis hebt opgeroepen, Fantoom? Is dat wat jij zegt? Haar zwakke plek zijn de duisternis ogen op haar rug. Als ze zich omdraait zijn die zichtbaar. Dat is je kans om aan te vallen. Oké, maar wanneer draait ze zich om dan? De Kraken richt haar aanval op die eilanden. Gelukkig moet ze daarna herladen. En dan kun je toeslaan. Mocht je omkomen, probeer dan haar te roepen of iets anders piraterigs. Dat maakt de scène een stuk pakkender. Oké, nou daar gaan we. Wij zijn aan de beurt en de Kraken die wordt een beetje boos. Ja, we gaan denk ik maar linksom. Ik denk dat het niet slim is om te dicht bij hun in de buurt te komen. Kunnen we beter rechtsom. Ja, daar is veel high ground. Daar staan ze allemaal daarbovenin. Daar is ook wel een sniper. Hier zijn niet van die ringen, dus Raymond kan niet hier heel snel door. Dat is wel balen. Nou ja, we gaan het wel zien. Ik ga het wel gewoon proberen. We moeten in ieder geval 9 van die dingen slopen. En we beginnen maar gewoon allemaal door hier naartoe te gaan. Ik roep ook gewoon gelijk mijn Matty. Wat ziek idee. Tackle er bovenop. En schiet hem maar, want deze gekke varkens die moeten gewoon kapot. Dat is in ieder geval 1. Die is weg. Ik denk dat het een goed idee is als Raymond een beetje vooruit gaat. Kan die hier landen? Ja, dat is top. Deze vijand moet hier ook even uit de weg geruimd worden nog. Ik denk dat het sowieso goed is om weer van deze dingetjes mee te nemen. Die turrets die ons beschermen gaan richting die sniper. En dan wil ik eigenlijk deze raketremmer eventjes oproepen om hem weg te halen. Kijk, dan wordt hij ook gelijk geraakt nu. Dat is lekker. Deze allemaal weghalen. Kijk, oh, dit gaat hartstikke goed. Die sniper die is al soort van kapot, denk ik. Oh, kijk, ze blijven hier staan. Ze blijven terugspannen. Die kunnen we blijven schieten dan. Lekker. Wat een wapen is dit, joh. Dit is echt zo'n goed wapen. En kijk waar Raymond gelijk staat. Dit is top. Het enige nadeel is dat hij er nog is. Maar ja, hè. Ik zou hem kunnen verslaan met de schokmeteorieten. Laten we dat gewoon even doen. Zo, dan hebben we daar ook geen last meer van. Mazzel. Staan we wel op een hele ongunstige plek, maar dat maakt niet uit. Dus even kijken wat de vijanden gaan doen. Octopusje gaat, denk ik, draaien. Oh, oh. Hij is blij. Hij draait naar de goede kant op voor ons. Ja, kijk, hij draait precies naar Raymond toe, zo te zien. Lekker dit. Nou, dan hebben we hier wat gekke konijnen. Het zijn allemaal gekke konijnen, maar dat zijn wel de meest knotsgekke konijnen. Iemand probeert mij te schieten. Ik denk dat ik met Rabbit Peach ga proberen om naar beneden te gaan. We kunnen deze niet slopen. Oh nee, dan heeft Rabbit Peach een probleem. Dan was dit helemaal geen goede keuze. Zo te zien heb ik mijn turrets ook weggeblazen. Oh nee. Ik kan gelukkig wel nieuwe turrets neerzetten. Die gooi ik gelijk daar naar beneden om Rabbit Peach maar erbij... Nee, niet springen. Niet springen. Wat doe je nou? Ik wou helemaal niet springen. Ja. Kijk waar Raymond nu staat. Dit is zo kansloos. Ja, dit vind ik heel naar. De controls waren dus even in de war. Waardoor ik gewoon ging springen terwijl ik helemaal niet wou springen. Nou, oké. Okay. In ieder geval, Rabbit Mario kan 2 van die ogen uitschakelen. De kloon van Rabbit Mario. Dat is dan weer wel positief. Ja, maar jeetje, man. Nu staan 2 van mijn helden rechtstreeks naast allerlei portals waar de vijanden uitkomen. Dit is zo stom. Kan ook dat derde oog gewoon niet raken. Ja, ik heb nog wel items waarmee ik weg kan. Een nieuwe bewegingsfase creëren. Geldt dat ook voor Raymond? Nee, dat dan weer niet. Nou, oftewel, Raymond die is wel behoorlijk de Sjaak. Nou ja, misschien kunnen we die healen. We hebben in ieder geval de derde oog kapot gemaakt. Succes, Raymond. De Kraken is boos. Die gaat weer draaien, denk ik. Dus ik ben benieuwd welke... Oh, hij draait... Draai je nou weer de goede kant op? Dit is wel nice voor ons, denk ik. Dit is heel nice voor ons. Ja, dit is zo zuur. Hier komen 2 vijanden uit, hè. Eentje die kunnen we wegbouncen, maar die blijft gewoon staan. Oké, Raymond wordt naar beneden gebounced, maar... Deze raken we dan ook. Ja, die bounce er ook even tussenuit. Oké, ja. Raymond krijgt echt harde klappen nu. Dit is echt ongelofelijk. Raymond had daar helemaal niet moeten staan. Verdorie. Ik ga in ieder geval mijn Raymond eens even healen met Rabbit Peach. Dat is het belangrijkste. Ja, mijn kloon
Die kan prima wel even iemand raken, denk ik, vanaf hier. Hij kan er vanaf hier één raken. Misschien is het goed als Rabbit Mario, de kloon, hier naartoe gaat als hij het haalt. Ah, dat haal je dan weer net niet. Oh my god, helemaal net niet. Wat kan Mario dan doen met de meteorietenregen of de schokwolf? Daar raak je er nou maar één mee? Ik kan het niet goed zien. Kijk, want als die ze hier alle drie mee raken, dan zou dit wel heel lekker zijn, weet je? Anyway, Rayman dropt er even twee van deze dingen. En Rayman moet even maken dat hij hier weg raakt. Oh my god, hij haalt het ook niet, hè? Nou, dan gaan we maar hier naartoe, richting dat kanon of zo. Ik denk eigenlijk dat Kong misschien wel al die ogen kan uitschakelen in één keer. Zou dat werken? Nou, het is er maar één. Oké, ja, de Rabbit-kloon die kan er ook eentje uitschakelen. Ik laat Rabbit Mario wel even aanvallen, want deze moet in ieder geval eventjes gewoon wegwezen. Ik denk dat dit een topplek is. Deze kunnen we tackelen. Dan heb ik hier nog de schokgolven. 1, hoppakee, 2, 3, ja, lekker. Ja, dit gaat de goede kant op. En dan maken we ze even kapot. In ieder geval, 1 is kapot. Nu, dit varken, dat staat er nog, maar dat maakt niet zoveel uit. Rabbit Mario gaat hierna wel een tik krijgen, maar ik wil in ieder geval even deze octopus gewoon kapot schieten. Zo, even kijken wat de tegenstander gaat doen. De Kraken gaat in ieder geval even doordraaien. Oh, die wordt ook... Wordt die lijp? Ik dacht dat die lijp werd. Maar het valt mee. Hij wordt niet heel lijp. We moeten hem nog één keer helemaal zien te raken. Het is wel moeilijk om daar nu bij in de buurt te komen, denk ik. Ja, die heeft weer drie van die oogjes op zijn rugje. Oh, oh, kijk. Oh, ja. Natuurlijk, ik had nog die... Ik had die dingen nog staan. Super nice. Ja, het vervelende is dat ik nu niet echt terug kan voor mijn gevoel. We kunnen zeg maar niet deze kant op, want dit haal je niet. Je kan niet hier naartoe zweven. Alleen Rabbit Peach zou dat kunnen doen, maar ja, daar staat ze hier een beetje in de eentje. Dat is denk ik ook niet top, want hierboven staat weer een sniper. Die Kraken gaat natuurlijk naar rechts draaien, dus die komt op een gegeven moment deze kant op. Dus als wij nou gewoon met ons teampie hier naartoe gaan en deze allemaal uit gaan schakelen, ik denk dat we dan op zich wel een heel eind komen. Let's go, we gaan naar het schip toe. We gaan allemaal naar het schip toe. Lekker. Wel een vette baas dit, man. Rayman, ga ook mee. Yay. Kunnen we dus proberen om deze hier allemaal een beetje uit te schakelen? In ieder geval deze twee. Deze drie, het zijn er drie. Misschien werkt het als we deze gewoon allemaal tackelen. En dat die dan al kapot is. Dat zou top zijn. Dat zou heel top zijn. Ja, kijk, die is alvast weg. Dan kan Rayman natuurlijk gewoon... Dit vastgrijpen zo. En deze vastgrijpen. Ja, die staat dan al aan de overkant. Zou ik weer zo'n raket kunnen pakken, maar dat ga ik niet doen. Die bewaar ik eventjes. We pakken gewoon de crush. Let's go, clone. Hoppakee. Mozzel. Daar gaat Rabbit Mario. Die landen we hier achter. Kan die even lekker schieten. Ja, dat is een idee. Oh, en ik dacht dat Rabbit Peach wel makkelijk zou kunnen slopen. Maar blijkbaar houdt deze vijand toch nog wat HP over. Dat is jammer. Ik ga trouwens wel vast wat turrets neerzetten met Rayman. Dan hebben we dat alweer vast weer gehad. Die turrets die kunnen nog wel eens belangrijker worden als straks allerlei vijanden op mij afkomen rennen. Daar gaat Kraken weer. Ga je weer draaien? Ja, draai maar lekker naar me toe, joh. Dat vind ik heerlijk. Dat is top. Kijk, zijn gezicht is nu echt naar het schip gericht. Deze vijand die in de buurt staat is inmiddels gesloopt. Er komen nieuwe vijanden aan. Roep in ieder geval nog meer turrets. You shall not pass. De verderop staat een vijand die Rabbit Peach in ieder geval kan raken. Soort van. Rayman kan die ook raken. Top. Ja, dan moeten we door en hopen dat we dus strakjes bij die Kraken kunnen komen. Anders moeten we een heel rondje wachten en dan lopen we een beetje achter de feiten aan. Eigenlijk zou je naar hem toe moeten draaien in plaats van met hem meedraaien. Dan gaat het natuurlijk twee keer zo snel. Ik ben benieuwd hoe ver we komen. Deze twee die springen even lekker over de barrière. En die worden flink opgeblazen. Deze ook. Helemaal top. Doei. En deze gaat natuurlijk op een van die twee schieten. Ja, dat was te voorspellen. Vervolgens wordt clone Rabbit Mario gesloopt door vijanden die nu achter mij zijn. Vind ik niet zo heel erg. Dat vind ik prima. Daar kan ik mee leven. Ja, dat gaan we niet redden, denk ik. We kunnen daar niet bij komen nu. Ik denk dat we gewoon een paar rondes moeten gaan wachten nu. Wachten tot hij weer naar ons toegedraaid is. Even geduldig zijn. Rabbit Mario kan tegenwoordig twee keer tackelen, dus dat is nice. Iedereen kan wel dit platform gebruiken. Nou, we gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Deze wordt getackled. We kunnen natuurlijk nog een teamsprong maken. Ja, het zou zomaar kunnen dat we dit toch gaan redden, jongens. Ik hoop het heel erg dat we dit gaan redden. Dat zou echt zo nice zijn. Oké, let's go, Rabbit Peach. Let's go. Tackle hem kapot. Oké, Rabbit Mario en Rabbit Peach moeten in ieder geval daar naartoe zien te komen. En ik denk dat we dat met een teamsprong moeten doen. En dan hierop moeten springen. En dan zo ver mogelijk. Let's go, Rabbit Mario. Haalt het denk ik... Ja, nou, misschien wel. Come on, Rabbit Peach. Let's go. Go, girl. Lekker. Oké, nou kan ik de schok meteorietenregen doen. Ziet er goed uit. Daarmee is er eentje kapot. Met de schokgolf schok gaan we er ook eentje kapot maken. Dat is die onderste. En dan zou Rabbit Peach een wapen moeten hebben waarmee we die derde ook kapot kunnen maken. Oké. En is dit het dan?
Zijn we nu klaar? Ja! Hoppakee, dat hebben we toch nog best wel snel gedaan. Lekker, man. Oh, dit is top. Ja. Dit was leuk. Kijk, en we hebben ook gewoon de gouden medaille. Heerlijk, 50 muntjes erbij. En langzaamaan, ja, ik denk dat we echt populair beginnen te worden nu, hè. Kijk eens. Ja, 2 streepjes erbij. Hé, lekker gedaan, jongens. En meid, natuurlijk. Ja, wat vind je daar nou van? Van Toon, dit hebben we snel gefixt, hè? Jullie hebben de zaal gevloerd. Zelfs de kijkcijfers in de lastige categorie robot kunstkritiek zijn gestegen. Er volgde een uitbarsting van vreugdetranen. Het was moeilijk om onze professionele instelling te behouden. En de Rabbit Pizza, geweldig. Maar denk eraan dat mijn naam groter op de poster moet staan dan de andere. Want anders doe ik niet meer mee. Tuurlijk, meid. In ieder geval, de piratenset is ook weer voltooid. En we zijn bijna level 7. Door naar de middeleeuwse set. In de volgende video. Je weet het, doe de duimpjes omhoog. Abonneer voor Nintendo-video's. En dan zie ik je daar. Mazzel!